Was je verbaasd toen je het zag gebeuren? Ja, natuurlijk was ik verbaasd. Omdat je natuurlijk als mol in principe niet de keuze hebt om naar huis te gaan. Jij zit de rit uit. Dat is het hele spel. De mol gaat nooit naar huis. Beste vrienden, ik heb belangrijk nieuws over Filip. In een videoboodschap wordt het duidelijk. Ik moet hier ook eigenlijk tegen jullie vertellen. Ik ben eigenlijk de mol. Allereerst ontzettend jammer voor iemand die de mol mag zijn en mag spelen. Dat is natuurlijk een te gek avontuur en dan wil je natuurlijk die hele rit uitzitten. Dan zo'n keuze moeten maken, dat is gewoon hartstikke jammer. Maar ik vind het ook heel knap dat je de moed hebt om te zeggen, ik stop. In het programma, met in België trouwens geen bekende mensen, zegt de mol dat hij niet om kon gaan met de druk. Lukte het niet hoe dat ik het in mijn hoofd had. En aan het eind van de rit waar dat lijf eigenlijk ook niet mee. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als iemand zich echt niet lekker voelt, echt ongelukkig is, het idee heeft dat hij niet goed wordt. Ja, dan moet je natuurlijk zeggen, tot hier en niet verder. Dan is het ook gewoon een televisieprogramma. Klaas was jaren geleden zelf de mol in de Nederlandse versie van het programma. Ik ben de mol. Hij weet dat het best zwaar is om de mol te zijn. Jongen. Ja. Nou, laat ik vooropstellen dat het gewoon heel leuk is om de mol te zijn. Ik heb er ontzettend van genoten. Wat het zwaar maakt is dat je gaat een spelletje spelen. Jij bent de enige die de hele tijd dat spelletje stiekem wil verstieren. En de anderen zijn echt, maar dan ook serieus, fanatiek op zoek naar degene die dat aan het flikken is. Maar het spel gaat de hele tijd door. En die spanning is er dus ook de hele tijd. Ik heb het gehad met Ellie Lust, hè, dat die 's ochtends het hotel uit kwam lopen en... Op de trap werd ik aangehouden en ik kreeg in één keer zo'n politie-interrogation. Maar dat zijn wel de momenten waarop je even denkt, oeh. Het programma in België stopt trouwens niet. De makers hebben besloten om een nieuwe mol te kiezen uit de overgebleven kandidaten. Wat Klaas betreft een goede zet. Nou, ik vind het een fantastische twist. En dit is ook gelijk de kracht van het format, waarin je ziet dat niets is wat het lijkt. Dus voor de mol die nu mol is geworden, wacht echt een hele pittige taak. Ik denk dat ze wel een hele goede keuze hebben gemaakt. Ik weet niet wie, hè? Maar goed, ik ga het ook volgen nu, hoor. Je gaat kijken, dat denk ik ook. Ik ga kijken.